Rare wannabe YouTube ster, maar je bent gewoon echt heel grappig. Thanks! Nee, want ik ben best onzeker en daar ben ik voor mijn idee best wel gewoon open in. Hey allemaal, ik heb vandaag een hele spannende video voor jullie, want ik vind het zelf vooral best wel spannend en confronterend. Ik heb gevraagd aan jullie of jullie vooroordelen over mij met mij wilden delen. En die ga ik zo meteen doorlezen en ontkrachten of bevestigen. Dus ik ben heel benieuwd, gewoon oprecht. En ik vind het spannend. Oké, laten we maar met eerst beginnen. En dat is super vrolijk. Nou, vind ik in ieder geval, het is in ieder geval iets positiefs. En ik denk, ja, soms ben ik super vrolijk. Maar ik ben soms ook echt gewoon helemaal niet te genieten. Maar ik vind het wel een positief ding als iemand anders mij zo ziet. Ze denken dat ik super vrolijk ben. Ben ik niet altijd, ben ik soms wel. Dat je leuke humor hebt. Ik hoop het. Ik denk, dat is ook een mening. Ik vind zelf, ik ben nogal sarcastisch. Dus soms denk ik, wow, damn, super grappig ben ik. Soms denk ik, oei, als iemand dit niet begrijpt, dan ben ik soort of gewoon... ik weet niet, niet bitchy, maar als je op mijn level zit van droogheid en sarcasme, dan ben ik wel grappig. Dus, maar als dat niet zo is, dan helemaal niet, zeg maar. Een beetje in die zin. Je lijkt me wel aardig, maar soms irritant. Kan, ja, ik vind mezelf best wel irritant, maar dat komt ook omdat ik mezelf echt 24/7 meemaak natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat iemand anders mij ook irritant kan vinden. Maar ik ben niet echt heel erg een aanwezig persoon. Niet per se, dus misschien ben ik, irriteer ik iemand door mijn stil zijn. Mijn aanwezigheid in de kamer zou best kunnen. Je lijkt me wel aardig, maar soms irritant. Aren't we all though? Dat je echt een hele leuke stijl hebt in alles. In alles, dat is veel. Het is wel aardig. Het is ook maar net, zeg maar, je stijl groeit en je creëert je eigen stijl met tijd. Ik heb nu een beetje een eigen editstijl gecreëerd en een eigen kledingstijl en een bepaalde manier hoe ik mijn make-up doe en mijn haar. En dat is inderdaad een beetje mijn stijl geworden. En ja, het ligt er maar net aan of jij dat tof vindt of niet. Dus dat is alleen, dat is een kwestie van smaak, I guess. Maar thanks! Dat je heel erg lief deed tegen je fans. En het is ook zo. Dat is cute en lief. Ja, ik bedoel, fans vinden mij bijzonder, wat ik zelf dan heel bijzonder vind. En zijn super supportive en vinden veel dingen die ik maak en met hun deel heel vet en leuk. En het zijn hele lieve meiden die ik voornamelijk nu tegen ben gekomen of heb gezien of geknuffeld. Dus ja, tuurlijk ben ik lief tegen mijn fans, want ze zijn fucking leuk en lief. Je was een stuk minder Instagram in het echt dan dat ik had verwacht. En dit was een vriend, ik had deze toevallig gelezen omdat ik toch heel erg benieuwd was. Ik heb niet alles gelezen, maar deze wel. En hij had gezegd van ja, daar bedoel ik mee Instagram als in social media plaatje. En ik ben dat een stuk minder dan verwacht, dus dat vind ik op zich ook wel een compliment. I guess. Ik heb inhoud. Yes. Ik had nooit verwacht dat je zo lief zou zijn, maar ik had geen bepaald vooroordeel. Thanks, dat vind ik wel alsnog heel lief van je om te zeggen. Ik heb het wel eens vaker gehoord van, en ik had echt niet verwacht dat je zo aardig zou zijn. En ik vind dat heel bijzonder eigenlijk. Gewoon een bijzondere mening, zeg maar, van, oké, dus je had eigenlijk verwacht dat ik niet aardig zou zijn. Van, waar komt dat vandaan? Waar baseer je dat dan op, zeg maar? Waarom verwacht je niet dat iemand standaard aardig zou zijn, maar eerder juist niet aardig? Ik dacht echt dat je mini was, but I was wrong. I am huge. Nou, ik ben niet, ik ben 1,80 en het is best wel lang. Nou, ik vind het ook weer niet, het is niet extreem lang, het is niet bizar lang. Maar het is met sommige andere meiden inderdaad wel een groot verschil. Zeker als iemand 1,60 is en ik 1,80, dan is het best wel een groot verschil. En ik weet ook niet waarom, maar heel veel mensen hebben niet de verwachting dat ik lang zou zijn. En ik weet niet waarom. En dat is op zich ook niet heel raar. Maar ik leef natuurlijk met mezelf. En ik weet dat ik lang ben. Dus dan ga je er soort van vanuit dat andere mensen dat ook wel weten. Mijn vooroordeel was dat je niet snel boos wordt. Dat is een ja en nee kwestie. Ik blijf best wel rustig. En oké, en kalm. En ik kan best wel ook dingen hebben. Maar als ik op een gegeven moment op mijn limiet zit. Dan zit ik wel echt op mijn limiet. En dan ga ik mad gewoon. En heel vaak, zeg maar, ik ben best wel af en toe gewoon boos. En het is vaak meer boos op mezelf dan op anderen. Maar mijn moeder die woont bij mij, dus als ik boos op mezelf ben, dan uit ik dat op mijn moeder. En dat is helemaal niet oké. Maar wanneer ik echt boos ben, dat maakt vooral mijn moeder en mijn zus wel eens mee. Andere mensen, zeg maar, echt boos Lois, die hou ik binnen in mijn huis en niet buiten het huis. Ik heb, zeg maar, begrip voor anderen. Dus ik kan best wel bedenken waarom iemand anders zo zou doen en daardoor
niet zo snel ruzie met mensen. Maar als ik eenmaal boos ben, ben ik best wel boos. Maar dat is best wel, een ding waar je naartoe moet werken. Wil je mij boos hebben, zeg maar. Rare wannabe YouTube ster, maar je bent gewoon echt heel grappig. Thanks! Een rare one. Is ook wel zo. Is allebei denk ik wel gewoon zo. Ik ben een beetje een rare wannabe YouTube ster. It's a fact. En ik ben gewoon heel grappig. Thanks. Dat je alleen maar bekend bent door Marije en nu niet meer met haar omgaat. Ik ben niet bekend door Marije. Ik denk dat als ik bekend zou zijn door Marije, dat ik dan veel bekender zou kunnen zijn. Ik heb wel een paar volgers en een paar, ja, zeg maar, weet je, door sommige mensen kom je in contact weer met andere mensen. Of kom je op timelines van andere mensen. En ik destijds, ik spreek er nu minder. 2-3 jaar geleden sprak ik er heel veel, zag ik er heel veel, deden we veel dingen samen. En dan is het zeg maar onvermijdelijk om dan ook niet dat de mensen doorhebben dat jullie samen zijn. En dan gaan ze kijken bij de ander en dan denken ze, oh leuk, ik volg jou. Of nee, ik volg je niet. En oh, ik weet dat je bij een vriendin van Marije was of bent. Dus nee, ik ben niet bekend door Marije. Ze heeft me wel geholpen. Dat je mijn beautyproducten aan zou smeren op werk. Want influencing. Grapje. Ja, weet je, ik probeer me in te houden. Maar het liefst probeer ik elke keer, zeg maar, mijn swatching en mijn alles mee te nemen. En dan het te verkopen op werk. Dus inderdaad, influencing is my thing. Je bent stiekem best verlegen. Ja, niet per se stiekem. Ik ben verlegen. Niet per se verlegen. Maar vaak als ik in een groep ben en ik vind heel veel mensen heel tof of heel erg energiek of ze vertellen veel, dan ben ik wel de persoon die, zeg maar, iets meer on the low, beetje aan de achterkant, beetje, zeg maar, ver weg, beetje meeluistert, beetje wel meepraat, maar niet echt op de voorgrond. Dat kan een soort, dat kan je denk ik zien als verlegen, maar ik weet ook niet, het voelt niet als het perfecte woord. Maar ja, ik ben best wel verlegen. Verlegen is niet het goede woord, maar ik kan wel begrijpen dat iemand dat dan verwacht. Dat je stiekem heel onzeker bent, maar dat niet wil laten zien. Nee. Want ik ben best onzeker en daar ben ik voor mijn idee best wel gewoon open in. Het is niet dat ik onzeker ben en dat, zeg maar, wil verbergen. Maar ik heb wel soms dat ik gewoon geen behoefte heb om heel duidelijk die onzekerheid te laten zien. Zo van, waarom zou ik? Weet je, ik heb al heel veel dingen online staan en heel veel dingen waar ik open over ben en die ik met iedereen deel. En dat is al jezelf kwetsbaar opstellen voor mensen. En dat doe ik al. Dus om dan heel erg duidelijk te gaan schreeuwen van, ik ben onzeker hierover, ik ben onzeker, vind ik niet altijd nodig, weet je wel. Maar ja, ik ben best wel onzeker en ik ben daar niet echt stiekem over. Ik denk mensen die mij kennen of als je me gewoon volgt op Instagram, social media, kan je dat best wel meekrijgen. Because it's a fact. Ja, nee, niet stiekem, wel eens en vaak onzeker. Onzekerheid is ook niet iets wat je constant voelt. Want soms voel je heel zeker en super chill. En soms voel je super kut en heel naar. En dan voel je heel onzeker. Het is zeg maar niet iets, voor mij in ieder geval, wat gewoon constant is. Soms voel je heel onzeker. Soms zit het er een beetje bij. Soms voel je super chill en soms niet. Super aardig en ja, I don't know waarom. Ik hoop nog steeds dat je me super aardig vindt. En ik ben ook wel aardig. Ik denk dat ik vooral aardiger kan zijn tegen mezelf. En ik kan ook niet aardig zijn hoor. Ik kan ook wel even gewoon soms echt absoluut niet leuk zijn. Maar ja, wie niet? Soms heb je gewoon geen leuke bui en voel je kut. En dat uit je op andere mensen. Dus dat kan je weer lekker terugkoppelen naar jezelf. Oh, ik voel me shitty? Ah, that's why I'm shitty to you. En dan is een super slechte reden, maar het is heel erg menselijk om dat te doen. Je geeft veel om trends. I don't know, man. Nee. Eigenlijk niet. Ik denk niet helemaal niet. Ik koop niet echt snel dingen van, oh ja, dit is populair nu. Laat ik dat nu kopen, want het is populair. Er zijn wel dingen die ik pik uit trends, die ik heel tof vind en daarom ze zelf wil hebben. Maar ik zal ze dan niet alleen maar voor die periode dragen als dat in, als zeg maar in is. Want ik vind het dan gewoon chill. Bijvoorbeeld die Adidas broek, die ik heel vaak draag, zat echt wel in een trend een paar maanden geleden. Maar als dat zo meteen niet meer zo is, blijf ik die broek gewoon super vet vinden en dan blijf ik hem dragen. En ik hoorde vaak ook, weet je wel, van, oh, je draagt alleen maar Fila's, because Fila's are de trend. Ik vind die gewoon heel chill en ik vind die gewoon heel lekker zitten. En ik vind ze heel leuk bij bijna alles staan. Dus dat zijn gewoon mijn go-to schoenen. En nu ondertussen is Fila, volgens mij is de trend alweer een beetje voorbij. Maar dat zegt niks over het feit dat ik ze nog steeds ga dragen, zeg maar. Dus niet helemaal nee, ook niet echt ja. Druk, puntje, puntje, omdat je haar vaak in de knoop zit op foto's. I don't understand deze.
I don't know. Geen idee. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Wow, zij is altijd zo mooi en vrolijk. Zij zou vast een perfect leven hebben. Ja. Maar dit is ook een mening vanuit mijn perspectief. Ik voel me mooi de laatste tijd, dus dat is fijn. Ik ben niet altijd vrolijk, want ik voel me ook wel heel shitty de laatste tijd. Ik heb absoluut geen perfect leven voor mijn gevoel. Maar ik kan heel erg goed begrijpen dat misschien voor iemand anders perspectief het veel perfecter is dan dat ik het zelf beleef. En dat is ook een soort van waarderen waar je staat. En bij mij overschaduwt soms negativiteit veel meer. En dan kan ik niet meer inzien hoeveel toffe en positieve dingen ik wel heb, zeg maar. En dat is nu een beetje omdat ik een periode zit van... nee, het gaat niet zoals ik wil en het zit niet mee en oh. Dus dan zit ik een beetje in die... vibe. En dan vind ik helemaal niet mijn leven perfect. Maar als ik een beetje een stapje terugzet en gewoon besef en waardeer wat ik wel heb, dan is alsnog niet mijn leven perfect. Maar dan is het wel een stuk beter dan dat ik soms in mijn eigen hoofd heb. Dan is het wel mooi dat iemand anders dat denkt. Maar het is dus wel niet een per se goed beeld. Want nou ja, het is mooi dat iemand mij mooi vindt en denkt dat ik het heel erg fijn heb. En dat is ook belangrijk. Het is ook de bedoeling dat iemand het heel fijn heeft. Maar als meisjes naar mij kijken en denken, oh jeetje, wat een mooi meisje, die zal alles perfect hebben. En oh, ik wil ook zo zijn. Dan vind ik dat aan de ene kant, ik wil graag mensen helpen en een voorbeeld zijn. Dus dat is eigenlijk ook een soort van wat je wilt zijn voor iemand. Maar aan de andere kant wil ik dan wel zeggen van, hey, nee, ik voel me ook soms kut. Het gaat bij mij niet altijd lekker. Soms val ik en dan moet ik weer opstaan. En dat heeft iedereen, ik ook. En we're in this together, weet je wel. Dus dan is het ook weer even oké om dat dus zeg maar te ontkrachten. Dat het niet alleen maar zo is. Maar ja, ik weet verder niet wat ik erover moet zeggen. Het is een moeilijke kwestie om duidelijk een antwoord op te geven. Dat je altijd klaar staat voor iedereen. Ik wil wel geloven dat ik dat ook doe. Soms dan... moeilijk! Ja, ik wil wel heel vaak mensen helpen. Soms te veel. Soms moet ik gewoon even terug, een stapje terug doen en luisteren naar iemand. Maar ik kom altijd met van... oh ja, weet je dit? En dat kan daar aan liggen. En advies, advies, advies. Want ik wil graag altijd mensen helpen. Ja, ik wil zeker ook inderdaad geloven. Ook van mezelf. Dat als iemand me nodig heeft, dat ik er dan ben. I'm here for you. Zeg maar, dat wil ik voor mijn kijkers. Maar ook voor mijn... vrienden die dichter bij mij staan nog. En dan hoop ik ook dat zij dat wel zo ervaren. En ja. Ik vond je meteen echt heel lief. Ah, dat is cute. Ja, dat is gewoon lief. Ik hoop dat meer mensen dat van mij hebben. Dat ik lief overkom. Dus ik ben blij dat je dat van mij hebt ervaren. Volgens mij, even kijken. Van de meeting. Oh ja, ja, ja. Je was er voor Bradley. Nou, dat waren alle vooroordelen. En het viel mee. Er zaten niet heel veel heftige tussen. Die super irritant, die voelde ik wel. Thanks voor het insturen, iedereen. Dankjewel. Ik vond het heel tof van jullie dat jullie eerlijk wilden zijn met me en dit met me wilden delen. Nu hoop ik dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en eventjes iets leuks te commenten. Dan zie ik jullie snel weer. Doeg!